Welkom bij Vlogmoesdag 12. Cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer dag 12. Het is weer maandag. Of het is niet maandag voor mij. Het is voor mij weer woensdag. En ik ga natuurlijk nu wel gewoon naar school. Als je het video van gisteren hebt gezien, heb je kunnen zien dat ik gisteren een dagje thuis was. Maar ja. Ik moet nu wel weer naar school toe. Ja. Er zit een haar in mijn mond. Maar goed, in ieder geval. We gaan die doen. De adventkalender. En daarna ga ik naar school. Want ik heb nog 10 minuten. Dus een beetje haasten. Ik weet natuurlijk al waar die zit. Ik zag hem gisteren al zitten. En hij zit helemaal vooraan. En het is een hele grote. Heel erg benieuwd. Ik vind de doosjes van de adventkalender wel slecht hoor. Ik krijg ze bijna niet open. We hebben vandaag een almondolie. Lekker. Kijk. Het is een handcreme. Met amandelolie en sesamolie. Oeh, nice. Ik kan hem eigenlijk meenemen, maar Diana kan hem nog laten zitten. Wil ik hem laten zitten? Ja, ik laat hem zitten. Ik ga gewoon naar beneden. Ik neem mijn tas mee. Ik moet mijn praktijkjasje meenemen, want we hebben vandaag ook praktijkles. En dan ga ik het hopelijk redden. Goed, we staan bij de bushalte. Te wachten. Hopelijk komt de bus op tijd. Het is zo koud buiten. Het heeft vannacht gevroren, maar... Aan de ene kant is het ook wel erg lekker. Ik weet niet waarom, maar... Ja, mijn tas zit echt zo vol dat er gewoon niks meer in kan. Mijn jasje past er al gewoon bijna niet meer in. Mijn tas staat gewoon half open. Maar ja, in ieder geval... Het is alweer dag 12. Vandaag zitten we officieel op de helft. Nog 12 dagen en dan is dit voorbij. Waarom zeg ik dit eigenlijk elke dag? Ik moet hier echt mee stoppen. We gaan gewoon nog 12 hele leuke dagen tegemoet. Goed, ik ben uit en onderweg naar huis. Ik loop inmiddels al lekker buiten. Het is heerlijk weer, het is niet te koud, niet te warm. Ik ben wel een beetje moe. Ik heb een hele drukke, maar wel een hele leuke dag gehad vandaag. Maar ja, dus nu onderweg naar huis toe. Zo meteen nog een paar dingen te doen. En daarna dan is het kijkkat de middag gaan brengen. Misschien dat mijn moeder nog wat te doen heeft, ik heb geen idee. Mensen vallen vast en bijna van hun fiets af terwijl ik aan het vloggen ben. De zon jongens, oh I love it. Echt heerlijk. Maar goed, op naar huis toe. En misschien dat ik straks nog iets van item aan mijn vlog ga toevoegen. Want er gebeurt niet zo heel veel vandaag. Ik weet niet, hoe laat leven we? We leven... Ik weet niet hoe laat het is. 2 uur. Dus we hebben niet zo heel erg lang meer te gaan. Voordat het weer avond is. En ik moet gaan editen. Gisteren wel gelukkig op tijd de video af kunnen krijgen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ja, we gaan zien hoe het afloopt vandaag. We moesten vandaag katheteriseren, maar dat heb ik al gedaan. Alleen het is nooit afgetekend in mijn boekjes. Dus hopelijk kan ik mijn oude mentor nog even lief aankijken dat ze ze alsnog aftekent. En niet dat ik mijn aftekenbladen ervoor moet laten zien. Want ik heb die dus ergens goed verstopt en ik weet dus niet meer waar. Heel slim. Ik heb heerlijk gegeten, maar ik zit nu eventjes in een dipje, avonddipje na het eten. Ik ben
de Vlogmas video van Zoe aan het kijken. Ik ga zo meteen even lekker douchen, want mijn haar is vettig. Moet gewoon even douchen. Heb ik dit al gezegd? Ik heb mijn nagels wit gelakt. Gewoon omdat het kan en omdat het leuk is. Ik kan natuurlijk die bruine kleur op, maar ik vind die kleur niet echt mooi of zo op de een of andere manier. Dus ik heb mijn nagels wit gelakt. Ik hou echt van witte nagellak. Het is echt Alicia Marie-achtig. Als je de YouTuber Alicia Marie kent, zij doet trouwens ook vlog met een superleuk intro is weer. Zij staat eigenlijk bekend om haar witte nagels. Als zij een andere kleur nagellak op heeft, dan voelt zij zich niet als zichzelf en dan is ze ook gewoon Alicia niet. Maar goed, dus ik dacht, weet je, het is Vlogmas, waarom niet? Wit, sneeuw, is leuk. In ieder geval, ik ga even Vlogmas kijken. Kop koffie drinken en daarna ga ik lekker onder een warme douche, want ik heb het de hele dag al hartstikke koud. Echt niet normaal. En wat er de rest van de avond gaat gebeuren, I don't know, ik ga Boxing Stars kijken. Ik ben heel benieuwd. Goed, ik heb heerlijk gedoucht. Ik moest zo nog alleen even de make-up restjes onder mijn ogen vandaan halen en zo, maar... Ik heb heerlijk gedoest. Ik wil jullie alleen bedanken voor het kijken naar deze video. Ik doe natuurlijk wel een blij duimpje omhoog. Sorry dat ik vandaag niet zo heel erg veel heb gedaan. Maar het was voor mij gewoon een hele drukke en een hele bomvolle dag. Vanmiddag heel druk geweest met dingen voor school. En daarna eigenlijk ook niets meer gefilmd ofzo. Dus maar goed, morgen zal het alvast een betere dag worden. En anders vrijdag wel. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer morgen bij een nieuwe Vlogmas. Doeg!